Midden in Wateringen staat een klein museum, tenminste een museum, een woonkamer eigenlijk, vol met bekende schilderijen van de grootste schilders zoals Rembrandt van Rijn en Johannes Vermeer. De schilderijen zijn gemaakt door Jan Hilgersson. Deze hobbyist schildert al zijn hele leven. Nou, toen ik 16 was, toen ben ik een beetje gaan schilderen omdat ik toen een schilderijtje zag van een Neef van me dat ik dacht van nou dat kan ik beter en dat heb ik toen gedaan en die is eigenlijk bij mijn moeder terechtgekomen en voor de rest. Uh, ja, ben ik toen eigenlijk dat de liefde op schilderijen gaan maken, is, is toen ontstaan. Hulgerson heeft wel een hele specifieke smaak. Hij maakt niet zomaar een schilderij na. Ja, dat durf ik eigenlijk niet eens te zeggen. Het, het boeit me dan eh, bepaalde schilderijen. Want het is zeker niet zo als ik in een museum loop dat ik alles mooi vind. Ik val bijvoorbeeld helemaal niet op moderne kunst. Dat vind ik helemaal eigenlijk niks. Maar ja, dat mag je natuurlijk niet zeggen. Als je echt, me echt boeit dat je me echt in één keer raakt... Uh, en dat maakt niet uit wat het is, of het nou even zijn of uh, stadsgezichten of portretten. Het is gewoon ja wat me dan aanspreekt en vooral omdat je dan ziet van dat is knap als iemand dat toen hebt zo kunnen maken. En dan ga ik het proberen of ik het, uh, of ik het na kan maken. Zo ging dat ook bij de vaandeldrager van Rembrandt van Rijn. Hij zag het schilderij in het nieuws en zag het gelijk voor zich. Maar dat was op het moment dat ik hem op de televisie zag, dat ze dus dit ging aankopen. Toen had hij voor mij meteen in één keer die wow-factor, dat ik dacht van, nou dat vind ik wel heel interessant als je dat nou voor elkaar krijgt. En toen was ik echt bewust dat ik zo gelijk al zei van, dan wil ik hem echt op de ware grote doen. En niet zo'n zo kleintje als de rest allemaal, want dan sneeuwt het eigenlijk weer onder. Een echte Rembrandt schilder is natuurlijk heel leuk, maar niet voor iedereen weggelegd. Een schilderij als deze tot op het kleinste detail namaken, neemt dan ook de nodige uitdagingen met zich mee. Met deze was eigenlijk zijn mouw, waar, waar die, die kleurtjes allemaal in zitten. Die, die moest ik eerst met de eerste fase, moest, heb ik hem geel opgezet. En naderhand was het weer een ander soort groen die daar weer overheen moest. Dat vond, ik, uh, dat vond ik eigenlijk dan zelf wel. Uh, de meeste uitdaging dat ik daar wel gespannen over was, dat ik dat voor elkaar zou krijgen. Dat lijkt heel simpel, maar het, het is het niet. Wie een echte Hilgersson aan de muur wil, heeft helaas pech. De schilderijen zijn niet te koop. Uh, als iemand zegt van nou, die vind ik zo leuk, van, uh, dan moet er een papiertje achterop en dat die voor mij is. En dat als ze hem weg willen doen, dan moet hij weer terug. Verkopen doe ik eigenlijk niks. Ik heb er wel eens twee verkocht, maar eigenlijk verkoop ik niks. Want als je gaat kijken hoeveel uurtje je ermee bezig bent en wat je ervoor kan krijgen, dan denk je, jongens, dat ga ik helemaal niet doen. Dat vind ik zonde van je de, van de energie die je erin stopt. En dan zeggen ze wel, ja, maar waarom zou ik die of die niet verkopen? Ik zeg, ik verkoop mijn honden ook niet. Dus het, ja, ik geef het er echt ook om.